Welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. De Amerikaanse markten konden pas richting het slot wat hoger sluiten. Eerder was er nog duidelijke angst over de mogelijke gevolgen van het coronavirus in China. Het cijferseizoen is nu echt losgebarsten. Luchtvaartmaatschappijen trokken aan naar meevallende resultaten. Apple en Broadcom sluiten een meerjarig contract ter waarde van $15 miljard voor de levering van onder andere 5G-componenten. Nabeurs liet Intel sterke cijfers zien en steeg ruim 7%. Vanaf vandaag zijn de Chinese financiële markten een week gesloten in verband met het nieuwjaar. In Japan trokken de inflatiecijfers wat aan met gemiddeld 0,8%. En gisteren riep de ECB lidstaten op nogmaals om zelf in actie te komen via belastingmaatregelen. De consumptie moet gestimuleerd worden en de rente zal vooralsnog gehandhaafd blijven op dit lage niveau, totdat de inflatie verder zal aantrekken. In Amsterdam duiden de futures vanmorgen op een hogere opening. En we zien verder de overname van Just Eat door Takeaway.com lijkt in Groot-Brittannië nog op weerstand te stuiten. De mededingingsautoriteiten daar willen een aanvullend onderzoek uitvoeren. En Altice haalt wederom ruim €2 miljard op uit de markt met gunstig geprijsde obligaties. Het Duitse Bayer overweegt om duizenden claims in zaken Roundup te schikken. En hiermee zou een bedrag van €10 miljard gemoeid kunnen zijn. Vooralsnog lijkt de overname van Monsanto, waar Roundup onder viel, geen gelukkige zet voor Bayer en de aandeelhouders. Carrefour zag de omzet vrijwel gelijk blijven door de stakingen in Frankrijk, daalde deze lokaal, maar werd juist gecompenseerd door de resultaten in Brazilië. Op de agenda vandaag diverse samengestelde inkoopmanagersindexcijfers uit Europa en later uit de VS. DZ Bank zet ASML op houden, koersdoel 272. Netflix kreeg diverse koopadviezen tot boven de $400. En Kepler Chevreux zet Argenix op kopen met een koersdoel van €160. En maandag is er weer een markets update van BNP Paribas.